Hallo Sam. Kijk niet zo geschrokken alsjeblieft. Ik ken je wel langer als vandaag. Een jongen vol met trots en vriendelijkheid in de ogen. Maar ook een jongen vol met verdriet en schaamte. Ik ken die momenten wel als jij in vreemde situaties terechtkomt. Dat je niet weet wat je moet doen. Je zit maar wat om je heen te kijken. Je denkt bij jezelf van, wat gaat er nou weer gebeuren? Het is zo vreemd om te zien. Je voelt je als een opgejaagd beest. Maakt niet uit waar. Als er problemen zijn, wil je ze vaak ontwijken. Maar als een moment uiteindelijk je begint te confronteren, is het eerste wat je wil doen, gewoon wegrennen. Dichterbij komt en je het onder ogen ziet, valt alles gewoon reuze mee. Ondanks dat jij je angst hebt te weten overwinnen, zit er nog steeds een bepaalde leegte in je hart. Een leegte die je graag wil opvullen. Ik kan je die kans daarvoor geven. Dat was altijd mijn trappetje naar de eerste tree. Waarom hadden we nou altijd ruzie? Waarom? Kom op. We hadden ook leuke tijden. Ik was niet bij begrafenis, ik weet het. Het spijt me oprecht. Met alles wat ik nu doe, heb ik jou in mijn gedachten. Het is mooi om te zien hoeveel spijt je uiteindelijk hebt gehad doordat je niet naar de begrafenis van je vader bent geweest. Je moet uiteindelijk nog één ding onder ogen zien voordat je weer terug kan gaan naar de realiteit en dat je van mij af bent. Het spijt me voor de ervaring die je nu gaat meemaken, zoals ik eerder meegemaakt. Een rare situatie voor je was. Je hebt jezelf vergeven. Mogen het zijn dat je van je fouten hebt geleerd.